iedereen, het is alweer een tijdje geleden dat ik een shoplog heb gedaan. Dus ik heb nu wat dingetjes bij elkaar gelegd. En daar heb ik nu een mini shoplog voor jullie van. Ik ben ongeveer afgelopen week naar Utrecht geweest. En daar heb ik 2 dingetjes gekocht. Of eigenlijk 3. Zo ben ik bij de New Yorker eindelijk het peplum topje tegengekomen die ik graag wilde. Dat is namelijk deze zwarte. Ik wilde er graag eentje in het zwart. En dan met mouwtjes. Gewoon zo simpel mogelijk eigenlijk. En die kwam ik bij de New Yorker tegen voor maar €9,95. Vond ik echt super goed te doen. En de achterkant is open, dus je hebt dus een open rug. Was voor mij niet per se nodig, maar dat was de enige eigenlijk die ik tegenkwam. En ik heb hem al gedragen, dus vandaar dat hij een beetje zo eruit ziet. En het is echt een hele lekkere top. En voor €9,95 is het natuurlijk helemaal niet duur. En toen heb ik nog eventjes bij de sieraden gekeken. En daar kwam ik dit hele leuke armbandje tegen. Hij heeft een beetje hier in het midden een ketting. En dan aan beide kanten van die steentjes. Je had hem ook nog in volgens mij rood, paars en groen. Zo'n combinatie, in geval gemixte kleuren. Maar ik vond deze in zilverkleurig wel heel erg gaaf. En wat voor mij nieuw was, ik weet niet of jullie dat al wisten. Maar als je de sieraden koopt bij New Yorker, dan doen ze hem in zo'n leuk organza zakje. Dat vond ik wel echt heel erg netjes. Dan blijft het ook niet aan je kleding vasthaken. Dus dat vond ik wel heel erg leuk eigenlijk dat ze dat doen. Armbandje was €4,95. Dus dat is ook wel heel erg leuk geprijsd. En toen ben ik ook naar de Episode geweest in Utrecht. En dat is een vintage winkel. Je hebt hem ook bijvoorbeeld in Amsterdam. En daar heb ik dit shortje gekocht. Het is echt zo'n mooie distressed, gebleekte, falen vintage short van Levi's. Ze kopen echt heel veel soorten. Ook in verschillende kleuren. En ik heb er denk ik echt iets van 20 of zo moeten passen voordat ik degene had die mij paste. Dat was deze dus. En dus als je gaat een broekje wil zoals dit, moet je pas zeker eventjes allemaal verschillende maten. Want het maakt helemaal niet uit welke maat je neemt. Want die zaten bij mij elke keer gewoon anders. Maar ik heb eindelijk toch degene gevonden die ik wilde. En deze was €22,50. En toen ben ik van het weekend naar Centro in Oberhausen geweest. Dat is een bekende overdekte grote mall met heel veel merken en winkels. En toen liep ik langs in New Yorker en toen dacht ik, nee, dat meen je toch niet. Ik zag daar de shirtjes liggen, het peplum shirtje die ik dus een paar dagen ervoor had gekocht. Die zag ik daar liggen in de sale voor de helft van de prijs. Dus natuurlijk wel een beetje zuur, maar aan de andere kant, ik had het shirtje toevallig toen ook die dag aan. Ik vind hem echt heel erg fijn. Het zei het zo, denk ik dan maar. En ik heb hem gewoon in het mint ook gewoon meegenomen. Deze was maar €4,95. En ik heb hem dus in het mint meegenomen, ook met hetzelfde gat natuurlijk aan de achterkant. En ik dacht, dat is misschien wel een beetje fris voor in mijn garderobe, omdat ik natuurlijk best wel veel zwart en wit draag. En ik ben misschien gewoon een beetje fan van peplum de laatste tijd, want mijn volgende topje, ook van de New Yorker, is ook een peplum topje. Hij is in het zwart met een beetje een wat rondere grote boothals. En dan heeft hij 3/4 mouwtjes. En natuurlijk het peplum gedeelte aan de onderkant. En ik dacht, deze ga ik echt niet laten liggen, want hij was echt maar €2,95. En hij zat gewoon heel erg lekker en leuk. Het is gewoon een simpel shirtje, maar toch niet helemaal simpel, omdat ik dat peplum onderaan zit. En 3/4 mouwtjes zijn natuurlijk straks weer lekker als het wat koeler weer wordt. En verder bij Centro heb ik alleen nog aankoopjes gedaan bij de winkel Cotton On. Ik kende het zelf nog niet, dus ik denk dat het een beetje misschien een Duitse winkel is. Daar kwam ik dit hele leuke zwarte playsuitje tegen. Dus het is een one piece. Hij heeft gewoon beide broekspijpjes aan de zijkant. 2 zakken, wat heel erg fijn is. Hij sluit hier met knoopjes. En dan heeft hij een beetje een wat lagere V-hals. En deze mouwtjes die vallen net iets over mijn schouders. En staat best wel netjes eigenlijk. Niet te bloot is het. En aan de achterkant heeft hij een beetje een soort van keyhole, noem je dat volgens mij. Hier aan de achterkant. En het is gewoon een hele lichte, lekkere stof. Dus ik hoop dat ik deze nog kan dragen als het straks weer wat warmer wordt. Want ik vind hem echt heel erg leuk. Je had hem ook nog in verschillende printjes. Maar ik denk, ik ga eventjes voor 7 en ik neem gewoon een zwarte. En ik kan hem ook nog eventueel wat versieren met bijvoorbeeld een leuke riem in de middel bijvoorbeeld. Dus ik dacht, deze ga ik meenemen. En even kijken, deze was €24,95. Nou, jullie weten wel dat ik echt van streepjes hou. Dus dat de volgende aankoop iets is met streepjes, dan is het eigenlijk ook wel geen verrassing. Ik heb gekozen voor deze top, mouwloze top, want die had ik eigenlijk nog niet. Ik heb eigenlijk alleen streepjes volgens mij met mouwtjes eigenlijk. En ja, dit is een iets langer model. Hij is wat wijder, want ik wilde eigenlijk een maat kleiner, maar die hadden ze niet.
En dus ik heb gekozen voor deze. En ik weet nu echt al gewoon miljoenen manieren waar ik deze mee kan combineren. Ik hou echt gewoon van zwart-witte streepjes. Dus ik dacht, dit is gewoon een lekkere top voor erbij. En deze was, even kijken, €12,95. Dus dat vind ik ook wel heel goed te doen. En toen stond ik bij de kassa om die twee items af te rekenen. En toen zag ik gewoon portemonneetjes en tasjes en toilettasjes liggen. En ik heb eigenlijk al genoeg toilettasjes. Maar toen ik deze zag, dacht ik, die moet ik echt hebben. Hij heeft een luipaardprintje en twee rits hierbovenop. En wat ik gewoon het allerfijnste vond, is de verschillende vakjes die je hierin krijgt. Hier heb ik vakjes waar je drie kwasten in kan bewaren. En dat vind ik wel heel erg fijn, want dan blijf je kwasten gewoon wat netter. En dan gaan niet allemaal andere producten door je kwasten heen, en zodat ze lelijk worden. Dus dat was eigenlijk een beetje wat mij sowieso over de streep trok. Verder, hierachter zit nog een zakje. Hier zit nog plek voor spulletjes. Een rits, daarachter weer een zak. En dan hebben we nog niet eens de tweede rits gehad. Dat zal ik ook eventjes laten zien. Die heeft ook nog allemaal verschillende vakjes en zakjes waar je dingetjes in kan doen. Dus ik dacht, dit is echt een hele fijne toilettas waar echt enorm veel in kan. En heel compact en gewoon goed ingericht, dacht ik. Dus die leek me gewoon heel erg handig. En het was echt maar €7,95. Dus dat vind ik echt geen geld voor zo'n ding. En dat was eigenlijk alweer meteen mijn shoplog. Ik vond het echt super leuk om naar Centro te gaan trouwens. Rondom heb je ook leuke terrasjes en restaurants. Volgens mij was het ook een soort van happy hour met cocktails. Je kan echt van alles halen. Het was echt enorm druk toen wij er waren. Heel erg gezellig trouwens ook. Dus zeker iets waar ik nog een keer naar terug ga. Ja, voor nu is het eigenlijk wat ik de laatste tijd heb geshopt. En ik bedank jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. Doei! Ik heb het meegenomen. Ik had deze ook al gezien in de zomercollectie die ik op de vlog heb laten zien. Het is een beetje een wat langer shirt. En dan staat hier Miami op.